Jammer, jongen, beste mensen. Hier zijn we weer. Met een gloednieuwe video, dames en heren. We gaan vandaag koken met mij. En met Bilal. En ja, bruine spek en bonen. En wat gaan we vandaag maken, Bilal? Soep, kaas. Okay. Nou, helemaal niet. We gaan tagine maken. En gewoon opnieuw, ik weet niet. Nee, joh. Ja. Bro, dit was een goede intro wat ik heb gemaakt. Toch? Was het toch goed wat ik deed? Had je het gerecord, ja toch? Ja. Soldaat. Dus we hebben nu de opening gedaan? We hebben de opening gedaan. We gaan nu eerst even snel boodschappen doen. Met Bilal. En dan gaan we, komen we weer terug. En dan gaan we alles fixen. Zo, pap, pap, pap. En dan gaan we eten. That's it. Maar, dus we gaan nu even snel boodschappen doen. En dan komen we terug. Let's go. Oké. Okay. Nou, Jelle, moeten mensen iets doen of zo? Vergeet niet te liken, vergeet niet te abonneren. Ja. Want wij zijn echte, echte. Echte mannen. Dat zijn ze. In de ruimte van dezelfde tijd. En je positiviteit. En delen. En de druk op het belletje. Jawel. Maar moeten ze niet iets bij jou doen of zo? Ja, oh ja. Ja, dat, ik ga dat een hele aflevering door dan vertellen. NPO 3. 8:30 elke dinsdag, vanaf 4 januari elke dinsdag. Dan komt aflevering 2 van mijn docusoap Boerenjoep. Kijken. Toch? 8:30. Wie kijkt er alleen? Alleen echte, echte? Mannen. Dat zijn ze. 8:30. 8:30. Ja, alleen maar niet. Ga je ook kijken, Bilal? Ga je ook kijken? Dan moet je ook kijken. Ja, maar wij gaan boodschappen doen. Oké, okay, dan. Aan de Dutchie. Kom. Ibrahim, woi woi, heel echte mannen, woi woi. Positiviteit, woi woi. Activiteit, woi woi. Negativiteit, woi woi. Geen tijd voor, woi woi. In wegen door, woi woi. Brian, hey. Brian! Bilal, mag ik een slokje? Nee. Alsjeblieft. Nee. Geef die man een slok aan Simon. Nee. Eén slokje. Nee. Eentje. Oké, is niet erg. Maar dan ga ik jou ook geen slokje geven straks. Oké, okay, wat gaan we nu doen, Iep? We gaan even boodschapjes doen. Oké. Okay. We gaan koken met Bilal. Ja. En ik zit te twijfelen tussen een Marokkaans gerecht. Want jij had al een keer tagine bij mij gegeten. Ja, ik wel, ja. En die was wel lekker, toch? Die was dodelijk. Maar toen, en nu denk ik van, omdat we dat al een keer hebben gegeten, laten we gewoon iets Hollands maken. Oké. Okay. Wat ik ook heel lekker vind. Maar besef even dat ik een hele tagine gewoon, zo'n tagine gewoon speciaal heb geregeld. Gewoon kreken op die tagine in mijn hoofd, zeg maar. Hè. Echt waar? Ja. We kunnen ook beide doen. Ja, wat doe je beide? Dan maken we die tagine. Snel en dan laten we hem koken, zeg maar, op plaat. En dan maken we dat andere Hollands gerecht. En dan dacht ik meer aan aardappelen met spinazie. Ja, serieus. Gesneden? Ja, en gehakt. Gehaktbal en appelmoes. Bro, weet je hoe lekker dat is? Vooral nu in de winter, als we dan, toen ik voorheen nog werkte bij boeren. En ik heb bij zo'n boer gewerkt in Warder. En die aten altijd warm in de middag. Dus die aten altijd dus aardappelen met iets en appelmoes. Bro, je gaat naar buiten, hè? Na 12 uur. Je hebt gewoon warm, je bent sterk. Ja, broer. En omdat jij hebt koeien dieet. Ja. Jij mag alleen grazen. Dus ja, dan denk ik, maak ik voor jou wel... Ze weten het nog niet. Ja, dan weten jullie dat. Dit man is gewoon vegan geworden of zo. We hebben het een lab. Hij eet mee met de koeien. Ja, en dan krijg ik hem nu leeg. Rustig. Kijk hier. Hey, ja. Oh, je hebt gekregen? Ik heb hem gekregen. Hij is leeg. Hey jongens, even, ik wil jullie even wat zeggen. Even shout-out naar deze man. Dit is gewoon mijn slager. Dankjewel, broer. Wat dan?
Mag ik zo? Nee. Hij is goed voor de zaak, jongen. Hij komt anders. Wieler. Mag ik het drinken of niet? Nou, blijkbaar worden de boodschappen gedaan. We gaan niet beslissen. Van wat we gaan eten. Bilal. Assalamu alaikum. Was? Kijk. Bilal, dit kan toch niet? Heb jij dit nodig? Heb jij dit gepakt? Vul deze alsjeblieft. Koffie? Ja, toch? Bilal, wil jij wat drinken? Nee, hoe doe je? Alsjeblieft. Hè? Huh? Is je blikken? Nee, kijk maar wat hij wil. Nee, dat hoeft niet, dankjewel. Kunnen wij dat doen? Broer, maar we moeten binnen koken. Dus buiten is zeg maar geen optie om te koken daar. Broer, wie heeft het over buiten? Je zegt, we kunnen buiten doen. Beide. Oh. Ja, dat is dat Amsterdam. Wat doe je nou als hij weet? Wat meen je dat? Hij zit ze wel aan het werk. Hoi. Moet ik vasthouden? Nee. Oké. Ik ga voor je vast gaan mandje halen. Dan kan je het in die mandje doen. Ga dan een mandje halen. Pak die krat. Christen, heel gelijk. Als ik geef hem een mandje, ik heb hem de hele kracht gegeven. Ja, maar dan wil je het. Nee, Bilal. Wat is dit? Wat is dat? Rijst. Wat doe je? Wat is dat? Ik dacht, we komen alleen even wat halen, maar ik krijg het hele... Hele toe? Toch? Leuk, man. Nee, Bilal, alsjeblieft. Maar toch gewoon voor de tagine? Ja, lekker, man. Ja? Ja. Ik heb deze dan. Ja, gember. Nee, maar Bilal. Bilal, alsjeblieft. Nee, kijk, het is allemaal te veel. Kan niet. Kom mannen. Nee, ja, zei weer. Kom op, ze moeten. Kan toch niet? Ik onthoud het wel. Huh? Ja? Echt, mannen. Zafran. Nee, Bilal, alsjeblieft. Bilal, ik weet niet wat is. Nee. Zeg tegen hem echt een man. Ja, lekker hoor. Echt man. Juist. Wil je hem met kip of met vlees? Vlees. Okay. Paprika. Nee, Bilal, alsjeblieft. Wat is dat? Nee, Bilal. Ja, die hebben ook nodig. Echt nog mannen. Bilal. Nee, echt een man. We gaan de stagiaire met rijst. Paprika kruiden. Ja. Is je pittig? Ja, ik hou van pittig. Ja, die. Deze.
Nee, nee, genoeg. Genoeg, nee, 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 genoeg. Nee, 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 nee. Willem. Willem, goed eten. Goed zo, goed eten. Goed eten, Willem. Sterk van, hè? Ja, Willem. Sorry, Jelmar. Ja, ik ben niet helemaal met je eens. Hè? Ja, nou. Yo, man. Ja, kruid is belangrijk, maar er moet weinig vet zijn. Niet te veel. Ja, ik vind soms te vet. Nee, Bilal, 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 doe je. Ja, Bilal. Yo, man. Yo, man. Yo, man. Ja, Bilal. Lekker eten. Pak nog een krat. Pak nog een krat. Nee, nee. Hij les geeft geen ideeën. Hoi, eten, Bilal. Doe. Pak nog een krat. Nog eentje van mij. Daar. Nee. Nee. Kom hier. Kom. Nee. Kom hier. Zit. Kom hier. Zit, kom. Nee. Laat liggen, Hassan. Bilal. Bilal. Wat meen je dit? Bilal, kom op, man. Echt, man. Ja, man. Bilal. Ja, man. Dank je, Bilal. Arabullah. Ja, goeie hende, hende. Check jou, lady. Hey. Van, hou ik er niet van, leuk, want ik lach erop. Allah. En? Heerlijk. Ja? Heerlijk. Wow. Oh. Arabullah. هو اللي تصح معايا ده لكره يا لكره بلال صحتك الله يحفظك بارك الله فيك شد عشرات نه is niet voor jou gek. Kom, ga met deze man pak gewoon een thee van iemand anders. Maar mijn opa, over hem wordt geleerd op school daar in Marokko. Ja. Yeah. Wordt over hem les. Man, maar het is wel echt toevallig dat deze man jouw opa kent, hè? Dat is wel heel toevallig, ja. Want mijn opa is maar één keer geweest. Bizar. Bizar. Ja, man. Het is heel laag. Dat kan. Nee, Bilal, het zijn rekeningen die belangrijk. Nee, Bilal, alsjeblieft, stop. Nee, wacht. Nee. Jongens, ik ga even stoppen met filmen, want dit gaat niet goed. Ja, dit zijn rekeningen die betaald moeten worden. Nee, blijf. Nee. Dus niet, alsjeblieft. Stop. Hij wil de administratie doen. Ja, maar broer, kan niet, anders raak ik allemaal dingen kwijt. Nee. Jongens, ik stop even met filmen, sorry. Ja, ik zacht het, broer. Laat ik lasten, hè, broer. Succes vandaag. Ja, thanks, man. Oh, hell no. Ja? Nee, man. Ik ga je helpen, man. Wiele gaat helpen, Sam. Zacht, ik ga helpen. Dankjewel, man. Love, man. Thanks. Kom, we gaan naar de kassa. Jongen. Kijk eens. Jongen. Vrij, bruin, man, op je hoofd. Wil jij iemand blij maken met een zelf samengestelde groente of fruitmand? Bestel of kom langs bij Valerie, want echte smaak beleef je. Jawel mensen, hier zijn we weer. We hebben onze boodschapjes gedaan. Oh, wat was dat? Een tandenstoker. Wie gebruikt een tandenstoker zonder dat hij iets gegeten heeft? Nou, ik heb net allemaal lekkernijen gegeten bij de supermarkt, dus... Oké. Wat moeten we hiermee? Chouderange? Dat is gewoon om te consumeren. Ja, sterk. We hebben paprika's. Zo. Beetje olijven. Ja. Nou, Bilo. Wat is dit? Iets. Ja. Volgens mij pesto. Kruiden. Ja.
Kradel. Ik kom uit Amsterdam, weet je. Ik kom uit Leiden, weet je wel. Maar deze durf je hier nog normaal, mee? Normaal kook ik alleen op zeilboten. Oh, durf je hier nog mee? Wat krijg ik dan van jou? Dabels. Hey, trouwens, dames en heren. Boer Ejoep is vandaag officieel... jarig. 24 jaar. Ik ben 24 jaar. Ja, ja, man. Hij is jarig. Ik ben gewoon jarig. Wat zeg je dan? Lang zal ze leven, lang zal ze leven, lang zal ze leven in de gloria, in de gloria, in de gloria. Hier met piep! Hier met piep! Hier met de piep, met de piep, met de piep! Ik ook. Ik zit gewoon voor mezelf te zingen. Ah, hoor te zingen, ik zing gewoon voor mezelf. Oké. Okay. Dat is wel nieuw, dat ik gewoon voor mezelf moet zingen. Dat is gewoon... Oké. Okay. Maar wacht. Willem, het is echt zwaar. Je moet helpen met koken. Oh, kijk. Trouwens, ik mag voorlopig geen vlees en zo. Hij is daar niet mee eens. Maar ik ben bezig met mijn haar. Luister, luister. Ja, ja, ja. Laat me eerst even vertellen, want anders weet ze het niet. Dus broer, ik ben zoals net. Het komt erop neer. Mensen evalueren. Ze upgraden. Deze man downgrade. Dus ja, hij vond het zo leuk wat ik doe allemaal. En toen zei hij, ja, ik wil ook een koe zijn. En nu zit hij elke vrijdag bij de koeien. Als ik een beetje wortels erbij gooi. Mais. Hé, joh, gek. Ja, dan doet hij dat. In plaats van couscous op vrijdag, eet je gras met mais. Het is vijf weekjes. Vijf weekjes, ik ben bezig met mijn haar bij je hersenen. Gaat ze klaar, maar ik krijg hier niks. Pila, ik zit weer midden in mijn eindag. Dus ik mag geen vlees, geen zuivel, geen... Pila is het er niet mee eens. Hou op, dat verhaal hoeft niet. Hoeft niet koken. Okay. Klaar, niemand wil horen dat je gras eet. Oké. Okay. Dus we hebben hier... Maar eet je ook paardenbloem? Nee. Dat mag niet. Oké, wat hebben we nog meer nodig? Snijden. Je zegt dat je het had meegenomen. Voilà. Wow, wat doe je? Slager. Wat doe je? Nee. Kom, wat doe je? Lekker, hij ziet vlees, hij zit er. Wat doe je? Maar daar laat ik die slagers dan maar op een weer nog van. Wat wil jij? Zit. Klaar. Dus... Oké. Okay. Goed. Oké dan. Ah, weer wel hoor. Oh ja, we hebben die tagine nodig. Oké, spring eens. Ga je kijken, misschien komt die ineens in je handen. Wat is dat? Kijk eens. Wat is dat? Hé? Allah, ik wil lachen in de lichaam. Allah, ik ben je mira. Dat is een tagine, vriend. Hey. Rahamuni ya min ya astanim. Rahamuni ya min ya Waar zijn die snijplankjes? Nee. Waar? Ja, waar dan? Oh! Dit is een mes. Oké, eerst deze wassen. Wassen eerst. Hier. Ik doe maar dit hier wassen. Oh. Ja, dit moet nog helemaal in elkaar gezet worden. Wat? Wat is dat? Constructie. Hij.
Wat? Allah. Oké, moet ik dat even weghalen? Hey, hey. Allah. Hey, ja, tussen mij en Allah. Oké. Handen wassen. Hey, joh, geef jij hem echt serieus zo'n mes? Hij heeft zelf gepakt, man. Ja, maar broer. Je weet. Nee. Nee, maar met deze is voor brood en zo. Kijk. Ja. Ik zie met die andere video's doet hij het allemaal zelf, dus ik denk, jullie zullen het wel beter dan mij weten. Beter dan ik. Hey, Nederlands, hè? Hey. Even kijken. Bueno. Ja, dat is goed. Dankjewel. Oké, dan hebben we eventjes kijken. Allah, hij wil wat doen, maar hij weet niet wat hij moet doen. Ja, wat moet hij doen? Wat, neem nog een snijplank en snij die uitjes. Die uitjes moeten wel rond. Ja. Dus zo, tak, 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 tak. Want we gaan een bed maken van uitjes. Zeer MSD. Zo'n pakje. Hoeveel snijplanken hebben we dan? Drie. Is het niet mijn keuze? Drie. Ja. Een pakje. Hier. Wat? Hier. Een pakje. Ja? Hier. Een pakje. Ja. Van wat dan? Bakje. Hè? Een bakje. Oh, een bakje. Een Hier. Doe maar hier. Ja. Die nieuwe serie? Zeker. De eerste aflevering vond ik echt gruwelijk, man. Ja, en dat is nog het begin, hè? Dat is nog het begin. Hoe is het met het wordt nog steeds leuker. Hoe bedoel je dat ik. Hoe die tot stand is gekomen, die hele serie, zeg maar. Hoe is het een beetje begonnen? Toen ik viraal ging, toen hadden we ook samen een video gemaakt. Ik had meerdere video's gemaakt en zo. En op een gegeven moment kreeg ik allemaal mailtjes van productiehuizen en van zenders van we willen wel een televisieserie met je maken. En op een gegeven moment, ik dacht oké, wel leuk. En ik kreeg van zoveel ideeën dat ik dacht van oké, voor sommige ideeën vond ik mezelf nog te jong. En voor sommige ideeën kon ik me daar niet in vinden. Ik had niet echt de vrijheid. Maar bijvoorbeeld, waar vond je nog jezelf te jong voor bijvoorbeeld? Ja, dat ik bijvoorbeeld een huis vol met jongeren moet begeleiden op een boerderij. Van mijn leeftijd, ja, dan ben ik nog te jong om iemand te gaan vertellen over hoe het leven eigenlijk in elkaar moet zitten. Dat ga ik nou niet doen. Dan zou ik zelf depressief van worden. Dus ik dacht, ja, dat ga ik niet doen. Maar op een gegeven moment kwam ik dus bij de KRO terecht. Die zeiden van, hey, doe wat je wil. Je weet toch? Zet gewoon camera's op. Wil je koffie? Deel wat je wilt delen. Als je iets niet wilt delen, deel je het niet. Je bent helemaal vrij, zeg maar. Ik ben helemaal vrij en ik heb het ook niet mogen produceren. Ja, ik heb het ook over kamer. Dus ik had samen met het productiehuis samen gemaakt. En dit is het. Wat kunnen we nog een beetje verwachten, zeg maar? Ja, je kan gewoon verwachten, we zien gewoon... Het onverwachte. Ja, je ziet gewoon alles. Ik deel gewoon echt letterlijk koffie. Alles. Je maakt gewoon kennis met mij. Over hoe ik ben, wie ik ben. Gewoon heel veel privé dingen ook gewoon. Het is gewoon, je leert mij gewoon beter kennen. Het is toch anders dan als jij jezelf die camera pakt. Ja. Je eigen vlogs maakt, zeg maar. Nee, dit is gewoon een professionele vlog. Ja. Met een camera van 10.000 euro. Maar is het zo, als wij zeg maar die serie hebben bekeken, hè? Ja. Weten wij dan ook echt wie de echte jongen is? Ja, 100%. Want ik deel ook gewoon dingen van het verleden. Die zitten er ook een stukje in. Maar niet echt alles, maar gewoon dat je het gewoon wel meekrijgt. Want dan weet je wel wie ik ben. Ja. That's it. Je ziet mij ook gewoon tussen die twee werelden reizen. Dus platteland, stad, platteland. En Ryan, mama. Hoe is dat zo? Ja, Britta, ja, Brusha. Raditi, ja, Brusha. Gadisha, Britta, mama. Maar Billen! Hé, had jij die noot hoor, die noot die je hebt gepakt? Zo! Billen! Oeh. Je moet je eerst wassen. Nee. Ga op een dienbord. Kan of dienblad bedoel mij dan dienbord. Echte mannen. Nee, dat zijn geen echte mannen. Wassen, zijn echt vieze. Eerst wassen. Trouwens, weet je wat hier gebeurd is met zijn arm, of niet? Nee. Hier, hij is verbrand. Hoe dan? Ja, gewoon door zo te lopen in de keuken. En... Echt waar? Ja. Ja, doe maar wassen. Zo. Ja man, hij was zwaar, tenminste zwaar, ja, vrij zwaar. Ja,
Ja, laat je zien, nu wordt hij beter. Oké. Okay. Moet ik even kijken. Dus de uien zijn nu gesneden. Brian, het is afgehoord. Het Ryan via het negen afgehoord. En nog een aantal kinderen. Ryan, Sophia, heb je daar ook gevaren. Kijk eens, gaat. Echt, jongens, meisjes, echt. Eens kijk, kijk eens. Het is ook thuis en een gesprek. En dan gaan ze kinderen. Maar dit is, dit ziet. Echt, de grote leden. Een man of many talents. Helemaal lep. En joh, inshallah, de aangelegenheid, echt. Je vader, Bilal, levende mensen, hè. En kinderen, alle familie. Inshallah. Inshallah. Brian, de kinderen, Khadija, kinderen. Wie hebben kinderen? Ja, zou je eigenlijk kinderen willen? Ja, tuurlijk man. Ja, hoeveel? Zeker. Hoeveel? zoveel mogelijk man. Maar vier? Zoveel mogelijk? Echt? Ik zou wel 6 kinderen willen hebben. Nee joh. Weet je wat is? Omdat ik heb 1 broertje maar. En ik kom niet van zo'n grote familie toch? Dus het zou me wel leuk lijken als ik dan... Wel een grote familie heb. En dan, want ik heb ook nog maar mijn achternaam. Huh? Lees de gevaren worden. Binnen al de Ronald Tuin is. Ronald Tuin. Ga die dan zelf kennen. Hij heeft geen belangen. En niet meer. Broer, ik heb er 2. Een broer is dat gewoon de achternaam een beetje door blijft leven. Nee, je hebt gelijk. En dan heb ik ook meer kans dat een van die kinderen boer wil worden. Maar we gaan nu eventjes. Je hebt 3 kinderen. Oké. Ze zijn, even kijken. 14, 9 en 7. Oké. Okay. Die van 14, hij zoekt een beetje die grens op. Wat voor soort vader, type vader ben jij? Wat voor grens zoekt hij? Of 14, dan je bent toch met vrienden, hij wil een beetje... Hij zit niet meer in de wijk. Hij wil de wijk uit, misschien nog wel de stad uit, de trein pakken. Ja, ja, ja. Mag dat? Mag. Hij komt naar je toe en... of jij ontdekt dat hij... iets met sigaretten heeft of zo? Ja. Doe wat je wil, maar niet bij mij thuis. Ja? Ik sponsor het niet, maar je kan het ook niet stoppen. Als hij doet, zijn gezondheid, is niet van mij. Ja, maar jij bent verantwoordelijk. Nee, mijn vader zegt het ook gewoon tegen ons. Je weet toch? Hey, als je doet wat slecht voor je is, gaat beuren. Is dat niet in mijn hand? Leven van haar van gewoon. En wie ook jouw vader? Hij vraagt het zelf. De barassig zijn altijd. En kan jouw kind alles met jou bespreken? Alles, ja. Net als ik kan ook met mijn vader alles bespreken. Mijn vader? Uit het leven? Als jij je vader zou moeten omschrijven? Soldaat. En wat maakt hem een soldaat? Mijn vader die is met ons gewoon open over alles, je weet toch? Hij zegt gewoon wat hij denkt. Hij deelt gewoon alles met ons. En dan zo... En mijn vader praat dan ook met ons gewoon straat af van Marokko. Dan zo komt mijn vader niet alleen over als vader, maar ook als vriend. Ja. Wil jij? Hoeveel kinderen wilt Bilal? Nee. Geen kinderen? Alleen Khadija en Saar. Alleen vrouwen. Vrouwen voor jezelf? Voor jezelf? Ja, de grote dame. Alleen vrouwen voor jezelf? Mijn vader is, volgens mij is het een rammer. Echt. Mijn vader en kinderen bij je, dat is echt leuk. Hé, maar je bent nu 24. Waar zie je, hè? Laten we zeggen, je bent 28. Hoe ziet het er dan een beetje uit, jou? Wat ik voor mezelf als doel heb gesteld, is dat ik dan wel al een begin heb gemaakt aan een boerderij. Dat ik gewoon echt erop zit, zeg maar. Is dat echt, zeg maar, dat is nummer 1? Dat is nummer 1. Geen vrouw op dit moment, nee, of kinderen, nee. Gewoon dat is boerderij. Echt, ja, dat oh is ja. 1, ja, echt? Ja. Mijn vader, Bilo, en dan leg je dus dat mensen gaan zeggen, ze zeggen dat getrouwd, het is mijn Ami, Mohammed is een Ami. En zelfs kinderen, die als van vader in de nek uit. 102 kan niet, dat zijn anderen ze zeggen dat mens bent. Omdat je die zou zeggen van aard bent, dan kan ik kinderen hebben. Zelf, en dan smaak ze ze om. Hier hebben we een hele kies in de nek. Hij zit gewoon met ons, ja vriend, hij zit gewoon in het gesprek. Dus 28... Hoe vaak maak je dit mee, dat hij gewoon echt mee doet? Nee, maar... Broer, je ziet het toch? Ja, hoe het met jou omgaat. Ja, ja. Hij voelt zich helemaal thuis. Zelf kinderen? En zelf? Hoeveel? Zelf hoeveel kinderen? Khadija. Nee, jij, hoeveel nee, kinderen? Nee. 10. Okay. 10. Kijk, zal ik even helpen? Kijk, deze moet even eraf.
Ga je maar gaan, man. Ik heb een pilau. Ik heb zo'n safkok. Tegen jou gehoord. Als ik jou kan inrijden. Pilau is een ronke tuin. Ik zeg, ga die zeggen dat ik aan ben. Dus de familie, de vaders, de vader, de moeders, mijn lima, mijn familie, en de ronde tuin. Weet je wat hij zegt of niet? Ja, met zijn broeders, en zijn moeder, en zijn vader, in de tuin. Dus er komt familie, zeg maar. Ja, mag ik gewoon kinderen hebben? Waar gaat hij zijn? Nee, ik wil geen kinderen meer. Nee, hij wil geen kinderen meer, zegt hij. Brian Vlog. Vaker een pasje? Nee man, ik kook nooit. Nee? Nee, ik heb geen tijd. Daarom zegt mijn moeder, zegt gewoon een tijdje nu. Je moet gaan trouwen, jongen man. Mijn moeder zegt, ja, zit strak. Ja. Wat zou het voordeel zijn als je nu zou gaan trouwen? Wat zou het voordeel zijn? Ja. Ik denk, ik ben heel slecht met plannen. Afspraken plannen en zo, daar ben ik echt slecht in. Ik denk, als ik een vrouw zou hebben die me daarbij zou helpen, dat zou echt een pluspunt zijn. Ja? Ja, 100%. Reden is natuurlijk. Ja, kan kennen als ik ken. Maar waarom nu niet? Ja, wat bedoel je? Waarom zou je nu niet moeten vertrouwen? Bro, ik zeg je eerlijk, het ligt ook een beetje aan mezelf hoor, 100%. Want echt, ik vind het moeilijk om te open te zijn bij vrouwen. Vooral bij vrouwen. Dat zou ik dus totaal niet denken. Wat dan? Dus je vindt het makkelijker om open te zijn voor een camera? Ja. Dan voor een vrouw? Ja, man. Omdat... Bilal! Ja, mensen... Ik weet niet hoor, maar ik... Bilal, zijn want als je naar mij kijkt, wat denk je? Dat ik een vrouw verslinder ben ofzo? Nee. Wat dan? Nee, ik denk... Hoezo? Eén ding is zeker van vrouwen. Maar... Ik zie jou niet als iemand die de hele tijd aan het date is, die daar echt helemaal mee bezig is. Zo zie ik jou Willen, niet. Willen. En zo ken ik jou ook. Willen. Nee, maar ik ben daar ook niet mee bezig op dit moment. Ja. Het is gewoon meer van... Proeven? Nee. Box. Vijf minuutjes. Kijk, Bilal gaat me optillen. Aan de kitte jij nu, hè? Ja. En nu ik ook. Baby. Kom, geef terug. Nee, laat me even kijken. Ik moet even bellen. La. Afek. Hef ik. Ja, mag ik foto van mij? Ja, mag ik kijken? Nee! Ik heb nog één, maakt niet uit. Want ik zie dat ik deze niet meer terugkrijg. Lastig. En dat mijn geheugen zo meteen helemaal vol zit. That's life. Ben je klaar voor Bielen? Oké, dan. Met de klap. De vuurpijl, omdat het oud en nieuw is. Hey, knetter. Ik ben benieuwd, man. Absoluut. Oh. Hij heeft goed gekeurd, hoor. Hij heeft goed gekeurd. Ja, ja. Ja. Maar kom. Ja. Ebel beslaaf, Fufila, haram. Haram. Sweetie net. Vriendin, haram. Ga niet naar mijn mama. Limoen. Limoen. Zafraan. Zafraan. Skinjbier. Min. Laadam. Laadam. Op Laadam. Oké. Maar waarom. Maar waarom mag jij Red Bull en ik niet? Echt een man. Oké. Hij is de enige man aan tafel. Mensen, wij gaan. Bille, dat doe ik niet meer. Klaar, nu is het afgelopen. Maar ik weet niet waarom deze borden hier staan, want wij eten gewoon uit de dingen. Ja, we eten gewoon hieruit.
terwijl wij gaan eten, dames en heren. Ejo, ik wil jou ontzettend bedanken. Ja. Holla. Dankjewel, man. Echt wel, man. Dankjewel. Nee? Oh, ook. Dankjewel. Mensen, vergeet Ejo alsjeblieft niet te volgen. Nu zijn nieuwe serie is natuurlijk al begonnen. 4 januari, 8:30. NPO, zeg ik het goed? NPO 3. Ga hem checken. Ik zeg jou heel eerlijk, ik vond de eerste vond ik echt gruwelijk. Hola, dat meen ik oprecht. Yeah. Dus ga hem checken en show die man liefde. Volg hem ook op Instagram. Hemza wil ik bedanken voor de locatie. Ja, en de gastvrijheid, ja. 100%. Dus volg hem ook alsjeblieft even op Instagram. En kunnen we een actie doen of zo? Als je 5 tegels komt, krijg je een gratis. Zeker, zeker. Nee. Ja, kunnen we een actie bedenken? Even kijken, wat doen we? Ik zie ja, daar. Maar dat kan je nu niet ter plekke gaan bedenken. Daar moet je over nadenken, bro. We kunnen wel, iets. Toch? Wel. Iedereen die... Ik zie daar een keuken, of wat is daar? Een koffieapparaat? Ik heb iets nog leukers, joh. Wat iedereen die gewoon een keuken koopt in de eerste maand van het nieuwe jaar, ja? Die krijgt die via jou komt, krijgt 10% extra. Ja! Yeah. De reguliere korting. Ja, gaan we gewoon doen. Wacht even, wat? Dus 10%. Wacht, ik krijg storing. Wacht. Hij zegt 10% extra, dus je betaalt meer. Of 10% extra korting. Je moet wel je zinnen afmaken. Niet doen. Ik zal het nog eens eventjes herhalen. Iedereen die dus in januari een keuken koopt, ja? Krijgt 10% extra korting. Oké, dan. Extra. Korting. Bovenop de reguliere korting die er bij ons dan loopt. Oké. Als je via Brian komt. En natuurlijk niet vergeten. Als je via mij komt. Ja. Neem gewoon die keuken mee, broer. Want ik smeet hem maar. Nee. Ik schrok me dood, dat zei ik. Nee, niet doen, alsjeblieft. Ja, dat mag wel, Nee, dat mag niet. Top spul. Oké, dankjewel. Super, jongens. Ja, toch? Wat wil ik nog aan toevoegen? Bilen, wij zijn echte? Vrouwen. Echte mannen. Okay. En wij geven iedereen alleen maar? Nee! Liefde! Alsjeblieft, man, luister. Wij geven iedereen alleen maar? Liefde. En wij zeggen altijd? Tijd. Positiviteit. Aardig. Alleen maar liefde. Love. Bismillah. Liefde.